Ze is vol overgave in haar ondernemersavontuur gedoken en creëert haar eigen succesverhaal. Laten we hier met z'n allen naar gaan luisteren. Graag een warm applaus voor Bianca. Dankjewel. Stel je voor, je ligt zo heerlijk op bed. Zo'n zacht kussen en een fijne deken om je heen. Maar dan word je opeens wakker. Probeer een mug na te doen. En daar word je van wakker. En dat is zo'n irritant geluid. Dus wat doe je? Je stapt uit bed. Je knippert het licht aan. Nou, we weten allemaal wat een mug doet als je het licht aanknippert, toch? Kan je de mug niet meer vinden. Dus je geeft op en gaat toch maar weer slapen. Het geluid is wel irritant, maar nou, doet het er maar mee. Zou je dan kunnen voorstellen dat je nachtenlang met zo'n mug zou moeten slapen? Dat is best al wel lastig in te denken, toch? Of weken of maandenlang. Beeld je eens in dat je jaren met zo'n irritant geluid slaapt. Dat was mijn werkelijkheid de afgelopen 15 jaar. En natuurlijk sliep ik niet met een mug. Nee, deze mug staat voor mijn hoofdpijnklachten. Ik heb de afgelopen 15 jaar hoofdpijnklachten gehad. Ik stond ermee op, ik ging ermee naar bed. Het was er altijd. En ik kan jullie nu vertellen, ik heb die mug verslagen. Ik heb geen hoofdpijnklachten meer. Maar dat was dus een hele lange zoektocht. Van het kastje naar de muur. Ik voelde me niet gezien. Ik voelde me niet gehoord. Ik had het gevoel dat ik een aansteller was. Want die hoofdpijnklachten, als niemand begrijpt wat er dan is. En je kunt het ook niet uitleggen aan anderen. Ja, dan voel je vooral heel veel onmacht. Ik had heel veel artsen bezocht. Ik had het hele spectrum wel gehad. En uiteindelijk zeiden artsen tegen mij, leer er maar mee leven. Leer er maar mee leven. Ik had helemaal niet het gevoel dat ik aan het leven was. Ik had het gevoel dat ik aan het overleven was. En het leven, ja, voor mij was dat, ja, soms hoefde het van mij niet meer. En ja, als ik dat zo hardop uitspreek, krijg ik er nog steeds wel kippenvel van. Maar als je hoofdpijn hebt, dan leef je soort van op 80%. En ik ben zelf geboren met slechte ogen. Ik zie tot ongeveer 5 centimeter scherp. Dus ik ben afhankelijk van mijn hulpmiddelen. Bril, lenzen heb ik nodig. En diep van binnen voelde ik dat die hoofdpijnklachten vanuit mijn hulpmiddelen kwamen. Dus mijn droom was om 's ochtends uit bed te stappen en scherp te zien en ook geen hoofdpijnklachten meer te hebben. Dat leek me zo fantastisch. Dus een operatie stond op het programma. Een best wel drastische en ingrijpende oogoperatie. Maar ik besloot om toch nog een second opinion bij een oogarts uit te laten voeren. Om nog even die bevestiging te krijgen dat ik de goede keuze maakte. Helaas zei zij tegen mij en spatte daarmee ook mijn droom uit elkaar, dat dat een slechte keuze was. En voordat ik bij de pakken neer kon gaan zitten, gaf zij ook na 15 jaar het antwoord. En dat was voor mij heel bijzonder, dat ik zo lang had gezocht en dat dan eindelijk iemand kon zeggen wat er aan de hand was. Daarvoor ga ik even wat pakken. Deze heb ik hier stiekem neergelegd. Ik heb hier een poffertjespan bij me. En om het jullie een klein beetje uit te leggen, ik heb een zeldzame oogafwijking. En dit is mijn hoornvlies. En ja, zonder dat het een hele biologieles wordt. Jullie hoornvlies is waarschijnlijk mooi glad. En die van mij heeft bultjes en dalletjes. En dat betekent dat als het licht hier invalt, dat het dan niet op één punt valt. En daardoor zie je niet scherp, maar in mijn geval kreeg ik er ook hoofdpijnklachten van. Hoe los je dit dan op? Nou, ik kijk nu met medische lenzen.
Dus ik heb nu medische lenzen in en die zorgen er ook voor dat die bultjes en dalletjes worden opgelost. En ik noem het medische lenzen op maat gemaakte lenzen, omdat ze vrij kostbaar zijn. Maar met deze lenzen kijk ik dus nu ook naar jullie. Ik zie jullie allemaal wel zitten. Toch wel, stiekem wel, ik zie jullie allemaal zitten. En voor mij was dat antwoord magisch. Magisch. En een soort verlossing. En dat ik nu geen hoofdpijn meer heb. Dat maakt ook dat ik een half jaar geleden koos voor het onzichtbare pad van het ondernemerschap. Om mijn droom qua spreken en dagvoorzitterschap in vervulling te laten gaan. Om ook vanavond hier te staan. Daarnaast heb ik een videopodcast. En die heb ik ook genaamd Met Blauwe Ogen. En daar kijk ik met een onbevangen blik naar de wereld. Daar kijk ik naar alle mogelijkheden. En ik ben blij dat ik uiteindelijk die mug heb verslagen en dat beestje ook een naam heeft gekregen. Ja, ik ben ontzettend blij en trots dat ik nu met deze blik mag kijken. En ik ben blij dat ik leef. APPLAUS.